9 of 10. En toen had ik ineens, moest ik ineens een hengel hebben. Ik moest gaan vissen. Mijn vader viste niet of zo. Niemand viste in mijn omgeving. Maar ik moest gewoon een hengel hebben. Dat kwam in mij en ik moest gewoon gaan vissen. En sindsdien heeft het me niet meer losgelaten eigenlijk. Het is een passie, een hobby, een tijdverdrijf. En al die dingen kun je daarin kwijt. Soms gooi ik daar passie in. Soms gooi ik daar tijdverdrijf in. Soms gooi ik daar hobby in. Dat ik met molens bezig ben. Dus ik kan spulletjes verzamelen. En, ja, op die manier blijft het leuk. En, ja, het geeft een beetje een afleiding, denk ik toch ook wel. Voor werk en drukte. Toch ontspanning dan. Ja. Vissen hier zijn uitgezet ergens in 2000. Die zijn allemaal gefotografeerd. Dat is allemaal een beetje bijgehouden wat ze wegen en hoe hard ze groeien en zo. En hoeveel er zijn overgebleven. Die vissen die hebben toch best wel namen gekregen. Dat is wel grappig, dan krijgt zo'n vis een beetje karakter, een beetje persoonlijkheid. En, ja, goed, het is wel jammer als natuurlijk mensen zo'n vis doodmaken en op de barbecue pleuren. Dus het, ja, wij als kapervissers, ja, wij vertroetelen die beesten een beetje op de mat. En zorgen dat hij lekker onbeschadigd weer teruggezet wordt. En, zodat ook andere mensen zo'n mooie vis kunnen vangen. Ik heb een heel moeilijk water gevist in België. Daar hadden alle vissen, de grote vissen hadden allemaal namen. Die vissen werden ook steeds groter, tot 30 kilo. Er zaten twee vissen op. De ene heette de Buffel, de andere heette 9-11. En met name die 9-11 heb ik een keer gevangen. Dat was voor mij eigenlijk de topdag. Alles klopte gewoon. De vis was ontzettend mooi, het gevecht was ontzettend lang. Het duurde wel een half uur voordat ik hem binnen had. Ik had goed gezelschap. Leuke foto's werden er gemaakt. Dat is voor mij echt, was echt super. Ja. Het hele visgebeuren kan ook wel meditatief zijn. Terug in je gedachten gaan. Als je daar tijd voor hebt, want dat is niet altijd zo. Als je er echt de passie in gooit, dan heb je daar geen tijd voor. Dan zit er een soort drive in je om dat doel te bereiken. Dan kun je ook een beetje in doorslaan. Ik denk dat iedereen wel eens zo'n periode meemaakt. Meestal, als je dat doorgemaakt hebt, daarna kan je er wat anders mee omgaan. Ik denk dat ik nu al in deze fase zit. Ik denk ook een beetje leeftijd. Ik draai alweer wat langer mee. Ja, als je natuurlijk lang vist, dan heb je ook bepaalde doelen bereikt. En dan, ja, dan moet je kijken, wat is het nou echt wat je leuk vindt eraan? Is het nou echt alleen heiligmakend om dat ene grote beest te vangen? Of is het gewoon leuk om dat met licht materiaal te doen? Of op een sportieve manier? In plaats van binnen te harken op een of andere zware bezemstijl. Dus ja, daar ga je dan een beetje naar kijken. Je kunt op verschillende manieren natuurlijk genieten van de sport. Saai, hè? Ja? Want anders is het inderdaad weer donker. Ja. Ik sta zelf in beeld. Ja, dat is echt een prachtig shot. Joan, hoe heb je dat geregisseerd? Ja, zal ik nog even een run, is het spontaan, een run simuleren, zeg maar. Oh ja. Misschien ook wel een goeie. Oh, wacht, hij is niet eens scherp. Oh, nu wel. Oh, je moet je hand laten zakken. Nog verder. Gewoon neerzetten.